Nieuwe technologieën, globalisering en sociale media, die zorgen gewoon voor meer transparantie. En we krijgen steeds meer inzicht in werkwijzes, marges van andere bedrijven, dirty tricks, die werken eigenlijk niet meer. Nou, machtsposities verschuiven en onderhandelen is gewoon een lastigere taak geworden. Nou, partnerships die worden belangrijker, maar die werken eigenlijk alleen maar als beide partijen evenwichtig onderhandelingsresultaat behalen. En ja, goed, een deal is natuurlijk pas zo goed als die in de praktijk wordt uitgevoerd. Ondernemers hebben gewoon meer technieken nodig, een juiste structuur, gewoon meer vaardigheid in het onderhandelen. En dat stelt ze in staat om adequaat te reageren op de veranderende situatie. Scottwork verzorgt trainingen waarbij de deelnemers structuur en technieken aangereikt krijgen. Daarna worden de deelnemers in moeilijke onderhandelingssituaties geplaatst en gecoacht richting het behalen van hun doelstellingen. Mensen ontwikkelen daardoor eigenlijk van kennen naar daadwerkelijk zelf kunnen. En we halen daar betere onderhandelingsresultaten mee. RTL bevindt zich in een markt die aan grote veranderingen onderhevig is. De markt wordt steeds internationaler, steeds complexer. Er dienen zich vele andere aanbieders van content aan. Dat betekent dat wij onze medewerkers mee willen nemen in die hele verandering. Men komt in gesprek met andere adverteerders, met andere contentaanbieders, met andere platforms. Het is belangrijk dat onze medewerkers daarin ook hun positie weten te vergaren en aan tafel zitten tijdens onderhandelingen. En daarom zijn we een samenwerking aangegaan met Scottwork. Wat wij in de dagelijkse praktijk merken is dat onze medewerkers onderhandelingen in zijn algemeenheid beter voorbereiden. Helderder nadenken over de strategie die men wil voeren in een onderhandelingsgesprek. Aan de hand daarvan tot betere en creatievere oplossing komen en ook veel zelfverzekerder aan tafel zitten. En dat vinden wij heel waardevol. De belangrijkste tip die ik mee zou willen geven aan andere bedrijven is: blijf voortdurend investeren in je medewerkers. De wereld is in verandering, in beweging. Medewerkers zullen daarin mee moeten gaan. Investeer je niet, dan wordt het heel erg ingewikkeld. En zie opleidingen ook vooral als een investering en niet als een kostenpost. Ondernemers kunnen zich voorbereiden door helder te hebben wat ze moeten bereiken, eerder dan wat ze willen bereiken, en door zich flexibel op te stellen in de manier waarop ze dat gaan bereiken. Investeer in jezelf om vaardiger te worden in onderhandelen. Het is een investering die eenmalig is en die zich keer op keer blijft terugverdienen.